Dit item op Doesburg TV is mogelijk gemaakt door Zwembad Den Helder. Ideaal om uw decemberkilo's weg te zwemmen. Dames en heren, er zitten hier bij elkaar 1050 jaar huwelijksgeluk. Ja, dat bedoel ik. 21 echtparen die 50 jaar getrouwd zijn. Let op, ik wou het meest belangrijke gedeelte aan het begin doen. Even attentie, dames en heren. 50 jaar getrouwd. Let op, daar komt die. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Zo. En ik wou iemand aankondigen. Ik zou zeggen... Geef haar een warm applaus, een hartelijk applaus. Hier is de burgemeester van de gemeente Doesburg, mevrouw Van der Meijs. Dankjewel. Dat is Frans Michelbrink. Die heeft zich netjes voorgesteld, denk ik, daar al. Hij heet ook Frans. De vrolijke Frans onder ons. We zijn allemaal vrolijk. Dames en heren, wat ongelooflijk leuk dat u er bent. Hartelijk welkom. Ik heb u allemaal een handje gegeven, maar... Ik doe het toch nog eventjes op deze manier. En wat fijn dat u gekomen bent om met ons uw gouden dag te vieren. U hebt het allemaal al achter de rug gehad, maar het is voor ons praktisch, meest praktische dat we alle echtparen die in het jaar daarvoor 50 jaar getrouwd zijn, in januari van het nieuwe jaar bij elkaar proberen te laten komen om toch eens even terug te kijken. He, op uw huwelijksjaar, maar ja, het rolt vanzelf ook. Mensen kennen vaak elkaar, ook of niet, dan is het leuk om andere mensen te leren kennen. Dus allereerst heel hartelijk gefeliciteerd nog met uw 50-jarige bruiloft, zoals dat dan zo mooi heet. Toen ik hier 2 jaar geleden burgemeester werd, toen verbaasde mij niet, elke gemeente heeft daar zijn eigen tradities in, dat de 50-jarigen niet bezocht werden. Daar hadden ze ook wel een reden voor, want als ik u zo zie, en het zijn er meer, want niet iedereen komt, dan zou je inderdaad bijna elke week wel eens een beetje onderweg zijn. Maar ik vond toch, ik denk, ja, weet je, het is toch wel hartstikke uniek dat je 50 jaar met elkaar samen toch getrouwd bent. En ik wil daar toch wat aan doen. En ook namens de gemeente u ook feliciteren en u ook bedanken dat het toch maar stellen zijn niet allemaal zo goed met elkaar hebben en zo leuk met elkaar hebben dat ze 50 jaar samen getrouwd zijn. Wij moeten het nog maar zien te redden, Frans. Ja, wij samen niet, dames en heren. Ja, nee. Onafhankelijk van elkaar moeten we het nog maar zien te redden. Dus vandaar dat ik dacht, wat is nou een goed plan om toch daar even bij te staan als gemeentebestuur, om u te feliciteren, maar u ook te bedanken. Want ja, zonder stabiele mensen, en meestal zijn mensen die 50 jaar stabiel getrouwd zijn, zeer stabiel, is ook heel prettig voor je gemeente. Dus op die manier zijn we daar vorig jaar mee begonnen. Dat was een succes en eigenlijk denk ik, of dat weet ik wel zeker, wordt het de traditie. We hebben Frans voor volgend jaar nog vastgelegd. Dus ja... He, we gaan er gewoon vanuit, dat gaat gewoon gebeuren. Nogmaals, het wordt een gezellige middag, denk ik. We hebben het een en ander voor u voorbereid. U komt volledig aan bod. Het is uw middag, laat het ook even duidelijk zijn. 1 huishoudelijke mededeling. Als u zich afvraagt, wie is die meneer daarachter? Ik weet niet wie hem kent. Ja, wie is die meneer? Ja, wie zou dat nou zijn? Nou, veel mensen kennen hem al. Ik noem hem altijd de Staatstv, dat vindt hij niet zo leuk. Maar het is natuurlijk wel geweldig dat we Maarten hebben die alle hoogtepunten en ook soms moeilijke momenten in onze stad vastlegt. Nou, u kunt straks allemaal ook via zijn YouTube-kanaal kunt u het zien, het verslag van deze middag. En dat doet hij van een heleboel evenementen. En ik vind dat heel bijzonder dat je zoiets hebt, want het is wel heel leuk ook voor het nageslacht dat alles vaststaat. Ik zie mezelf vaak terug en denk, oh, wat sta je weer stom op of zo. Maar dat dan terzijde. Maar ik vind het geweldig, dus even uitleggen wat Maarten hier doet. Nogmaals, we gaan er een gezellige middag van maken. Ik ben als was in de handen van u, mijn visite, zeg maar eventjes, en van de presentator. En die geeft nu het woord, Frans Michelbrink. Dank u wel, mevrouw de burgemeester. Ik wil u mee terugnemen, 50 jaar geleden, en dan ga ik even iemand voorstellen, en dan haal ik Frank erbij. Want Frank heeft iets moois gemaakt. En daar gaan we het even met elkaar over hebben.
En Frank heeft namelijk is gedoken in de geschiedenis van uw huwelijksjaar. En, want dat was, Frank, daar komt hij. Uw huwelijksjaar was 1967. Dat was het. En je bent een beetje in de geschiedenis gedoken van 1967. U was niet de enige. En we hebben ook allerlei, om een beetje dat gevoel van 1967 terug te halen, hebben we ook allerlei beeldjes, of niet Frank? Ja. Oh, dit was wat mevrouw het net over had. Paleishuis Den Bosch in Den Haag. Op de zet maar iets harder, Frank, linksboven. Beatrix haar zoon tentoon zal houden. Met het jonge prinsje op de arm en begeleid door haar echtgenoot, vertrekt de prinses per auto naar de grote of Sint-Jacobskerk, die dit jaar al eerder middelpunt was van een vorstelijke plechtigheid. Thans bevinden zich binnen de muren van dit evenoude gebouw ongeveer 1800 genodigden. Maar ook dit. Mag ik eens vragen, wie van u deed toen aan de flauwe power? Wie was een hippie in Doesburg? Katholieke tijd met name. Op nummer 1 stond, hoe kan het ook anders, Johannes, het was de meest populaire naam. En in dat jaar, het is zelfs 15 jaar lang, is Johannes de favoriete naam geweest. En voor een meisje? Maria. Dat klopt, Maria. En het is Maria en Johannes, allebei 15 jaar bovenaan voor de favoriete naam. En dan verderop kwam Johanna, we hadden Jan, we hadden Monique, Cornelis, Hendrik, Anna, Peter en Elisabeth. Dat waren de top 10 namen. Ook een memorabele gebeurtenis in 67 was dit. En ik kan me herinneren, want Frank en ik zijn ongeveer even oud. Ik ben 11, ik was toen 11 en jij was 10, zoiets is het ongeveer. Dit was bij ons schok, echt in de huis. Ik heb er alles van gevolgd. Dokter, maar we hebben daar een filmpje van, hoor. Of niet? Overal zijn filmpjes achter. De Zuid-Afrikaanse hartchirurg Dr. Barnard, die na de door hem verrichte harttransplantaties een wereldreis heeft gemaakt, is teruggekeerd in Kaapstad, waar hij onmiddellijk na zijn aankomst in het grote schuurziekenhuis de daar sedert begin januari verpleegde 58-jarige tandarts Blijberg bezocht. Wie kan zich dit nog herinneren? Deze? We zullen even de leader laten zien van het programma. Let op, de leader. U zat er allemaal voor de televisie. Kijk, daar komen die namen weer allemaal voorbij. Dorothy Malone. Rossi, Dr. Rossi. Ik hoor de dames zeggen, oh, was dat uw favoriet, ja? En dit is echt leuk, wat we u willen laten zien, dat vond ik echt leuk. Het allereerste reclamefilmpje wat in Nederland op de televisie was, in 1967. En dat is dit filmpje, De Ster. Dames en heren, we gaan even naar de Nederlandstalige top 10. En op 10 staat... Oh. Dames en heren, Mama van Heintje. In uw jaar, 15 jaar geleden, is Heinz Simons bekend geworden. Beestjes van Ronnie en de Ronnies. Beestjes. Sammy. Kijk omhoog, Sammy. Van Ramses Shaffi. Ik wil alleen maar van je houden van de heikrekels. De heikrekels. Niet te verwarren, want daar hadden wij het aan het begin over. Niet te verwarren met... Connie en de Rekels. Ja, precies, die moet je niet door elkaar halen. De volgende, de Bostellen van Johnny en Rijk. Dan is het de Bostellen. Je bent voor mij alleen, weer van Heikrekels. Ben ik te min van Armand. Op een mooie Pinksterdag.
van de Heuvel en Leen Jongewaard. Land van Maas en Waal van Boudewijn de Groot. En het volgende nummer was echt het meest favoriete nummer in 1967. En misschien moeten we daar even een klein stukje van laten horen. Ja, en dan gaat het gins al... Zijn de bananen krom? Dames en heren, ik wil u uitnodigen, want het is een hele speciale dag vandaag. We zijn met 1050 jaar huwelijksjaren bij elkaar. We gaan een groepsfoto maken van u allemaal. Nou, dan doen we een enthousiaste dat u echt leuke 50 jaar gehad heeft. Nou, mevrouw Van der Meijs, weer een hoop mensen op visite bij u. Ja, gezellig hè. Alle mensen die in 2017 50 jaar getrouwd waren, die hebben we allemaal uitgenodigd. En daar zijn 21 echtparen op afgekomen. En dat is gewoon super gezellig. Een terugblik naar een jaar. Nou, en nu even gezellig een drankje en een hapje. Veel mensen kennen elkaar of leren elkaar kennen. Muziek uit die tijd. Ik vind het altijd heel erg leuk. Mag ik vragen hoe lang u al getrouwd bent? Ja hoor, dat mag. Ik ben aankomende mei, ben ik even nadenken, 33 jaar getrouwd. Oh, maar u mag nog even, zo gezegd. Ik heb nog 17 jaar te gaan. Ja, maar dat gaat lukken. Dit is de tweede keer dat dit plaatsvindt. Ja. Ja, dit is nu een vaststaand evenement. Ja, jawel. Het was vorig jaar al een succes en nu waren er meer mensen. Dus we zijn nu naar de Gasthuiskerk gegaan. Ja, ik vind het gewoon erg leuk. Ik vind ook dat je als gemeente, als je niet op bezoek gaat, zoals in Doesburg, vind ik het wel heel belangrijk dat je toch wat doet voor die echtparen. Want dat is toch een heel mooi moment. En ja, je haalt ook nog in goede gezondheid. Dus ik vind het wel iets om bij stil te staan. Ook voor de gemeente. Ik ga zo meteen een aantal echtparen vragen, maar wat is het geheim van 50 jaar samen zijn? Ja, dat moet je de echtparen vragen, want ik moet nog 17 jaar. Wat is het geheim van 50 jaar samen zijn? Elkaar geven en nemen. Geven en nemen, elkaar toch vrij laten. Ieder zijn eigen hobby blijven doen of zo. En normaal doen. Normaal doen. Ja. Is dat het geheim? Dat is het geheim. Lief zijn voor elkaar. Lief zijn voor elkaar. Ja. Uithoudingsvermogen. Uithoudingsvermogen. Ja. Nou, dat is een goeie. Ja. Af en toe eens water in de wijn doen. Er is geen geheim. Is geen geheim? Nee. Je moet er gewoon samen voor gaan. Dus elkaar de ruimte geven. Samen dingen doen, maar ook je eigen ding. Geven en nemen van elkaar. Meer geven dan nemen, zeggen ze altijd. En de ander in zijn waarde laten. En ook dingen met anderen doen. Niet altijd alles alleen maar met je man doen. Dat is ook heel belangrijk. Gewoon niet weglopen. Respect hebben voor elkaar. En iemand in zijn waarde laten, maar dat is hetzelfde natuurlijk. Oké. Okay. Ja, en niet bezitterig doen. Ik had het kunnen bedenken. Zou het je niet kunnen zeggen? Nee? Nee. Het is een geheim, is gewoon alle twee ja en nee kunnen zeggen. Dat is het geheim. En een beetje geven en nemen. Er zijn wel zware tijden van iedereen, maar het gaat gewoon goed. En dan, ach, je moet niet blijven zeuren, zeker. Het geheim van een goed 50 jaar samen zijn. Het heeft te maken met wijn. Dit is Spaanse wijn, een verrukkelijke wijn. Maar je moet wel soms water bij de wijn doen. Maar dat smaakt het ook nog wel. Water bij de wijn. Ja, wordt het wat slapper, maar... Ja, maar het smaakt nog goed. Meepraten en dom kieken. Tuurlijk ben ik het eens. Ja, met die, tuurlijk. Dat is ook een van de dingen bij het volhoud. Hè? Humor, hè? Humor is heel humor, belangrijk. Ja. Humor is heel belangrijk in een goede relatie. Belangrijk. Ja? Ja. Ja, en tolerantie. En onvoorwaardelijke liefde, is dat ook nog iets wat meespeelt of niet? Ja. Ja? Tuurlijk. Okay. Dit item op Doesburg TV is mogelijk gemaakt door zwembad Den Helder. Ideaal om uw decemberkilo's weg te zwemmen.